Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer terug met een soort van collectie video. Op dit moment is het eind april natuurlijk. En ja, eigenlijk gaan nu weer een beetje de tijden beginnen dat mensen weer een beetje aan vuurwerk gaan denken, denk ik. Misschien rond de zomer of zo. Maar ik heb hier nog best wel een flinke doos wat ik over heb. Ik heb het expres ingeslagen voor het komende jaar video's op te nemen en zo. Ik heb trouwens een nieuwe camera mensen. Ik hoop dat jullie hem een beetje nice vinden, maar ja joh, moet goed komen. Het is best wel een doosje. En hier natuurlijk te beginnen met een rol visco-lont. Dit is volgens mij snellont of zo. Ik weet het niet precies. En ik heb natuurlijk heel veel dinges gehaald. Heel veel Thunderkings heb ik afgelopen jaar gehaald. Omdat ik weet dat vanaf 2018 ze waarschijnlijk uit de handel gaan. Dus ik dacht, weet je wat, veel Thunderkings inslaan. Dit zijn Maddox. Zitten er 6 in. Nog helemaal dicht, pak je. Ja mensen, ik heb hem wel over gezegd. Als het verboden wordt mensen, ik zweer, het komend jaar haal ik kartonnen. Serieus. Hier, een mooi cakey uit Van Weco, Aldi of Lidl. Vergeet het elke keer. Maar 2 euro of zo was ik vergeten af te steken. Dat had ik ook gedaan met een aantal andere cakes, maar die heb ik niet hier. Dit is zo'n grote Thunderking. Een beetje met effect of zo, weet ik veel wat. Hier heb ik een bulk pack. Er zijn er al een aantal uit voor de video's die we hebben opgenomen. Maar kijk hoor, ik zal een paar uitpakken voor jullie. Het zijn van die kleintjes, weet je. Deze gaan volgens mij verboden worden. Die kleine gaan eruit en die grote blijven wel. Deze dus. Ja, super nice. Ik kan even de camera wat verder weg, want ik vind het een beetje... Dus heb ik een hernia volgend jaar. Een mooie cake. Zeggen Duits, maar ik geloof er nooit wat van, weet je. German power, ja, mijn ass. Ja, hier heb ik wat dansballonnen. Was nog van Dutch Pyro. Gaan binnenkort ook wel even wat mee doen. Zijn ook leuk. Nog een rol viscolon, mensen. En hier heb ik best wel wat van die Airplay Thunder shocks. Zitten 6 in een doosje ook nog. Een plastic eromheen, hier nog een pakje. Nog een pakje. Nog 2 pakjes erbij. Nog een pakje. Ja, dit is best wel wat hoor. Serieus, als ik dit zo zie, dan heb ik nog meer dan ik dacht. Nog een pakje. Ja, er zijn wel losse Thunderkings in. Deze dingen, ik zie hier een Airplay Thunder los. Wat van die losse shocks. Nog een fakkel. Van de Action volgens mij. Afgelopen jaar. Ja, die wilde ik in ieder geval in een compilatie doen. De rotjes natuurlijk. Ook altijd leuk om te hebben. Nou, in ieder geval dit soort Thunderkings. Ook raar formaat, maar goed, ze zijn allemaal anders. Hier heb ik nog een Aftershock. 2 pakjes. Zijn ook goede dingen hoor. Weet niet meer waarvan, maar ik heb ze over in ieder geval. In ieder geval mensen, dit was een beetje... Ja, dit is een beetje wat we nog over hebben. We hebben nog natuurlijk veel meer, maar dat heb ik niet hier zo. Dat zijn ook cakes uit de Aldi, waaronder de Casino Royale en zo. Ik ben helemaal vergeten af te steken, joh. Dus misschien binnenkort zie je wel weer een compilatietje met wat cakes avonds. Maar al met al ben ik best wel blij dat ik afgelopen jaar veel van die Thunderkings heb ingeslagen, zeg. Want ik kan er altijd mee kutten natuurlijk. Fucking nice. In ieder geval mensen, wat ik nog even kwijt wilde... is dat wij natuurlijk binnenkort weer trips gaan maken, Polen, et cetera. Dus ja, we gaan weer leuke video's opnemen. Waaronder ook een Q&A, die komt er ook aan. Dus als jullie nog vragen hebben of zo, bedenk ze alvast. Dan kan het misschien wel binnenkort, kan je die dan stellen en wie weet komt die dan in de video. Op dit moment is het natuurlijk wat minder aantrekkelijk om vuurwerkvideo's te uploaden. Dat snappen jullie denk ik ook wel. Dus op dit moment zijn we heel erg bezig. Vooral ik natuurlijk om achter de schermen alles klaar te zetten voor komend seizoen. Ik wil meer gaan livestreamen zoals we afgelopen jaar deden rond Oud en Nieuw. En natuurlijk veel meer spektakel, meer video's door de week. December moet elke dag een video. We gaan echt, en niet gewoon kut video's, weet je. Gewoon echt gewoon lijpe video's. Dus ja, dat moet goed komen. Want we hebben natuurlijk ook wat ingeslagen daar zo. We hebben natuurlijk nog wat staan, dus dat moet goed komen. In ieder geval mensen, op Instagram kunnen jullie ook volgen. Regelmatig ga ik live, zelfs nu nog.
Ja, dat is best wel dik, want ik beantwoord gewoon vragen. Er zijn niet heel veel mensen die daar komen, in ieder geval niet zoveel mensen als op YouTube. Dus dan kan ik gewoon communiceren en zo. Als jullie vragen hebben over vuurwerk en zo, kunnen jullie het gewoon vragen. Het is best wel nice. Ik heb trouwens een nieuwe camera. Ik hoop dat jullie hem nice vinden. En verbetering zien. Nou, dit zijn een beetje de dingetjes die over zijn. En losse dingen in ieder geval. Af en toe schieten we hier een video van. Dus ja. Ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Drop dan even die fucking like. We gaan natuurlijk weer richting de zomer. Met tripvideo's. En dan komt december natuurlijk weer bij. Dus komt helemaal goed, mensen. Tjallas.